Hallo iedereen, ik hoop dat het goed met u gaat. Vandaag ga ik u vertellen over een perfecte hobby. De glazenwasrobot. Ik ga u vertellen over de 7 beste modellen van dit moment. Ramen schoonmaken zal niet langer een klus zijn met deze handige gadgets. Om onze volgende video's niet te missen, moet u niet vergeten om deze pagina te liken en op de meldingsbel te klikken. Daar gaan we dan. De X-Line AGX50 is een ruitenreiniger voor meerdere oppervlakken. Hij kan aan elk oppervlak worden aangepast, of u nu een verticale, een horizontale of een hellende ruimte hebt. Het werkt. U kunt het onder andere gebruiken op deurlijsten, spiegels, douchewanden en veranda's. Het kan werkelijk overal. Hij wordt geleverd met 14 microvezelmoppen. De dweilen zijn aangepast op de robot. Uitgerust met het Active Clean reinigingssysteem schrobt de robot zachtjes en verwijdert hij alle onzuiverheden van uw ruiten. De AGX50 heeft ook een zeer krachtig motorsysteem. De Extreme Power zorgt voor een stevige greep op het glas. En met de roterende schijven wordt elk raam blinkend schoon. Zelfs wanneer de machine stilstaat, het is de robot die het beste aan het glas hecht. Het is toch degene die het meeste evenwicht heeft. De robot moet permanent op het stopcontact aangesloten zijn om te kunnen werken. Hij wordt geleverd met een stroomkabel en een verlengkabel van 4 meter. Ten slotte is de AGX50 zeer gemakkelijk in gebruik. Met zijn afstandsbediening kunt u kiezen tussen 5 verschillende bewegingsstanden. Autostand om de hele oppervlakte te reinigen. De Auto High stand voor oppervlakten die hoger zijn dan breed. De robot zal zich van boven naar beneden bewegen om het hele gebied te bestrijken. Auto Links en Auto Rechts modi voor gebieden die breder zijn dan ze lang zijn. Ten slotte de handmatige stand. U leidt de AGX50 robot over een bepaald gebied. Met deze 5 standen is de AGX50 de meest succesvolle glazenwasrobot. De Winbot X2020 zal uw leven vereenvoudigen. Uw ramen schoonmaken wordt kinderspel. Uitgerust met een innovatief systeem werkt de Winbot X2020 uit zichzelf gedurende 50 minuten. Wat zeldzaam is voor een glazenwasrobot. Het is de enige robot die deze prestatie kan leveren. Het is een snoerloze robot. Hij is uitgerust met een vacuümsensor die totale veiligheid van het materiaal garandeert. Wanneer de helling te gevaarlijk is, waarschuwt een piep u. U kunt het gaan herplaatsen of achteruit laten gaan. De Winbot kan op afstand gebruikt en bediend worden dankzij de afstandsbediening en de stemassistent. Hij is uitgerust met WinSlam 2.0 technologie, waardoor hij overal kan komen, zelfs op moeilijke plaatsen zoals raamhoeken. Zijn 4-fase reinigingssysteem garandeert een grondige reiniging. Ten slotte begint het automatisch te werken wanneer vuil wordt gedetecteerd. Magie! En als klap op de vuurpijl, de robot wordt geleverd met 2 jaar garantie. De fabrikant heeft er vertrouwen in. Deze glazenwasrobot heeft een geïntegreerde tank. U hoeft geen product op de microvezels te spuiten. U kunt kiezen tussen chemisch reinigen of reinigen met uw gebruikelijk product. De Smartbot 388 is ook uitgerust met een ultrasone sproeier. De Smartbot 388 kan gebruikt worden om ramen binnen en buiten schoon te maken, maar ook andere oppervlakten, altijd zonder sporen achter te laten. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken op uw douchescherm of op een spiegel. Het maakt alles zeer efficiënt schoon. U kunt de robot bedienen vanaf uw smartphone, uw afstandsbediening of rechtstreeks op de robotbehuizing. De Smartbot 388 biedt verschillende schoonmaakritmes. Hij wordt geleverd met de afstandsbediening, het oplaadsnoer, een verlengsnoer en veiligheidssnoer. Het wordt ook geleverd met een ruitenreiniger en microvezeldoekjes. Kortom, een volledige uitrusting voor een robot van zeer goede kwaliteit. Wat kunt u zich nog meer wensen?
Deze gloednieuwe robot van EasyClean is uitgerust met een perfect roterende beweging. De kleine microvezelmoppen schrobben het glasoppervlak en verwijderen het stof zeer snel. De Hobot 368 is uitgerust met een nieuwe spitstechnologie, de Navig Plus. De robot biedt een uitzonderlijke dekking. Het is eenvoudig, het mist niets. Het plaatst zich op de strategische plaats op het raam en begint zijn reinigingscyclus. De Navig Plus leidt de robot voor een optimale reiniging. Het waarschuwt u zelfs met een pieptoon wanneer de cyclus afgelopen is. Een nieuw kenmerk van de glazenwasrobot is de dubbele pasfunctie. Zelfs als uw ruiten erg vuil zijn, zal de robot er twee keer overheen gaan om zeker te zijn dat het perfect schoon is. De eerste keer om het vuil op te nemen en de tweede keer om de microdeeltjes op te halen om het geheel te polijsten. U zult de schoonste ramen van de stad hebben. De EasyClean 368 is uitgerust met een vacuümdetector en sensoren om te voorkomen dat hij valt. U krijgt ook een karabijnhaak voor de buitenvensters en een batterijhouder. Ten slotte kunt u hem gemakkelijk vanaf uw smartphone besturen met één klik of een spraakcommando. Goed gedaan, EasyClean! De W66 is zeer aantrekkelijk. Hij zal de mate van vuil op uw ruiten vaststellen en zijn werk aanpassen. Hij kiest de modus dus automatisch. Maar het heeft nog veel meer kwaliteiten. Allereerst heeft het een waterreservoir van 150 ml. Het is de enige robot die een tank van deze afmetingen heeft. Dat is best handig, vooral voor grote oppervlakten. Het sproeit om de 10 seconden zonder watervlekken achter te laten. U kunt een ander product aan de tank toevoegen. U hebt altijd de leiding, ook al neemt de W66 wat initiatief. Met zijn lasersensor herkent het obstakels, gaat het eromheen en keert wijselijk terug naar zijn beginpunt als alles schoon is. De robot informeert u mondeling over de voortgang van zijn werk. U kunt het bedienen met de afstandsbediening en het beschermen met een grote bevestigingskabel. Ten slotte moet u weten dat deze robot ultradun is en zeer gemakkelijk te vervoeren. Het zal waarschijnlijk heel snel geleend worden. Het wordt ook geleverd met een etui. Wij denken aan alles bij Hut. Hier is een intelligente robot. Dankzij de TechMap-technologie maakt hij ramen en grote oppervlakken perfect schoon. U krijgt professionele kwaliteit in huis. Dit robotje maakt 1 vierkante meter schoon in 4 minuten. Het gaat overal op het glas om stof en vuil te verwijderen. Dit is zijn sterke punt. Het verwijdert al het stof. Zijn twee roterende borstels van kwaliteitsvezels doen de rest. Zij geven het glas een nieuwe glans en doorzichtigheid. De Wipebot is uitgerust met een systeem voor het opsporen van luchtlekken. De veiligheid van het materiaal is dus optimaal. Als er gevaar dreigt, keert de robot terug naar zijn basis. Hij wordt geleverd met een noodstroomvoorziening en een kabel van 6 meter om zeer grote gebieden te bestrijken. Het is dé robot voor serres en erkers. Elke grote ruimte zou een Wipebot moeten hebben. Met zijn zigzaggende beweging zorgt hij voor een optimale reiniging zonder sporen na te laten. U kunt uw huis officieel uitrusten met erkers. ICOS heeft de oplossing voor u. De W120T heeft ervaring. Het product is al een paar jaar vernieuwd, omdat het zich bewezen heeft. Hier zijn enkele voorbeelden. U kunt uw glazenwasrobot leiden met behulp van de behuizing, de afstandsbediening of uw smartphone. Deze robot is nogal manisch. Hij veegt oppervlaktestof weg, schraapt de vlek tot hij verdwijnt. Daarna reinigt het perfect met water. Zijn vierkante oppervlak bestrijkt 99% van elk oppervlak. Hij keert uit zichzelf terug naar zijn basis wanneer het werk gedaan is. Hij is uitgerust met antidruppelsensoren in verschillende richtingen en een kabel voor de buitenramen. Niets wordt met het toeval overgelaten met de W120T en daarom is hij al een paar jaar de bestseller.
Ik kan me voorstellen dat u nu naar uw ramen zit te kijken. Welke robot gaat u kiezen om u een beetje te helpen in dit dagelijkse leven? U kunt alle referenties van deze glazenwasrobots vinden in de beschrijving onder de video. Ze zijn allemaal verkrijgbaar op Amazon. Vergeet u niet om u op ons kanaal te abonneren, zodat u geen enkele van de volgende video's mist. En om op het belletje te klikken om uw bericht te krijgen voor de volgende. En vergeet deze video niet te liken. U kunt het zelfs delen met uw vrienden. Degene die erkers hebben bijvoorbeeld. Tot binnenkort!